universeel basisinkomen is iets waar ik al heel lang voorstander van ben. Eigenlijk sinds mijn studententijd. Ja. Dus toen ik studeerde, ik heb economie gestudeerd in Antwerpen. En ik had een prof economie. En die sprak over het universeel basisinkomen. Hoe is de naam? De naam van de prof? Van professor Van Rompuy. Ik weet dat nog heel goed. Ah, ja. En hij was eigenlijk hij volgde de theorie van Milton Friedman. En de meeste professoren volgen Keynes en hij volgde Friedman. En hij vertelde over een theorie die Friedman had geschreven in de jaren 50 over de negatieve inkomenstax. Wat eigenlijk een vorm van basisinkomen is. Dat leek me op dat moment zo logisch, dat ik me afvroeg, waarom doet niet iedereen dat? Ondertussen, ik was toen nog jong en naïeve student, ondertussen weet je ook wel, er zitten heel veel belangen, miljoenen, miljarden, bij de vakbonden, bij de ziekenfondsen, bij de pensioenfondsen, die willen ook dat alles status quo blijft. Maar het idee van het universeel basisinkomen heeft me nooit losgelaten. Dat het basisinkomen nog steeds de beste manier is voor iedereen om aan armoede te ontsnappen en de beste manier is om een sociale zekerheid te organiseren. Met dat in gedachten hadden we eigenlijk begin 2018 het idee om een stichting of een charity op te richten die het idee van het universeel basisinkomen zou promoten in de wereld. Oui, je suis Ramon-Claude Biraud, ministre conseiller économique du chef de l'État centrafricain. Je voudrais juste vous présenter notre pays, la République centrafricaine, dont la capitale est Bangui. C'est un pays situé au centre de l'Afrique. C'est un pays de 623 000 km² avec environ 5 millions d'habitants. Les besoins sont immenses en République centrafricaine. Daar is geen sociale zekerheid. Er zijn geen ziekenfondsen, er is geen pensioen. Dus als je ergens kunt beginnen waar nog niks is, dan elk zaadje valt in vruchtbare bodem. Dus ik denk dat we hier heel veel kunnen doen. En om die reden hebben we dus een foundation opgericht. Zijn we ook naar de Centraal Afrikaanse Republiek gegaan. Hebben we contacten, zeer hoog, tot in de regering. En ik denk dat we heel veel mensen gelukkig kunnen maken hier in Centraal-Afrika. Nous faisons des soins, c'est-à-dire des consultations adultes, enfants. Nous faisons aussi des consultations prénatales, suivi de croissance également pour les enfants. Nous avons aussi un service de laboratoire qui est là, c'est-à-dire nous sommes complets, mais sauf nous n'avons pas de maternité ici. Pas de maternité. Pas de maternité. Faut de moyens. Le laboratoire. Nous sommes dépourvus de tous les réactifs. Mais on est obligé de doubler avec le pays que nous sommes. Nous avons mis en avant. Ça, c'est notre technicien. Même le matériel, le microscope, vraiment. C'est vrai, Kaïs. On n'a pas la lumière. Parfois, on utilise la lampe du téléphone pour la source lumineuse. Er is ook heel veel te doen in gezondheidszorg. We hebben ook een kleine medische post bezocht waar de, in theorie vrouwen zouden kunnen komen bevallen uit die wijk. Ze worden wel een beetje opgevangen, de kinderen worden gevaccineerd. Maar in het deel van het gebouw waar de kraamkliniek zelf, daar stonden geen bedden. Dus echt de meest basisbehoefte is er niet. Er is nog zoveel werk. Dus we hebben hier nog 10 of 20 jaar werk, daar ben ik wel zeker van. Toen ik de eerste keer hier aankwam, dan hadden we een van onze andere members bij, die ons eigenlijk nog hier heeft gebracht, Stefan, en die wilde absoluut een hospitaal bezoeken. Nu, ook daar, als je rondloopt in je hospitalen, de toestand is gewoon schrijnend. We waren op een bepaald moment op de afdeling van de gynaecologie en het bevallingskwartier.
En we vroegen aan degene die ons rondleidde, dat was het hoofd van die afdeling, zijn hier ook pasgeboren kindjes? Dus we mochten eigenlijk binnen in het bevallingskwartier. En er was net een babytje geboren, was 10 minuten oud. Een jong meisje. En spontaan hebben we met drieën gezegd, kijk, we betalen de factuur van het hospitaal. We geven de mama nog wat centjes. En wanneer we terug zijn, zullen we voor deze moeder als allereerste een account openen ja. namens de foundation. En haar op weg helpen naar een basisinkomen. Tout va bien dans sa vie. Elle est très heureuse parce que depuis qu'elle a fait notre rencontre, ça fait que elle a tout changé, tout a changé dans sa vie. Et elle nous remercie beaucoup parce qu'elle nous prend aujourd'hui comme ses propres parents. Elle est très contente parce que voilà, ses parents qui ne sont pas là aujourd'hui, vous êtes devenus ses parents. Donc voilà, parce que vous lui donnez beaucoup de coups de main et qu'elle s'en sort énormément. Gisteren hebben we Stéphanie bezocht. Het kind is 6 maanden oud, in blakende gezondheid. Een prachtig en heel rustig kind. Een heel braaf kind, het geeft geen kick. Ze heeft ook nog een zusje, Naomi, die is 3 jaar oud. En haar mama, Yvette, die krijgt nu al 6 maanden een basisinkomen. Maar wat ook heel mooi is, en dat is juist het bewijs. En ik denk niet dat het puur geluk is, maar Yvette doet er ook iets mee. Ja. Dus zij heeft eigenlijk, dankzij die injectie, heeft ze ook haar eigen kleine business opgestart. Mm-hmm. Dus ze ontvangt niet alleen geld. Ja. Ze gaat ook nog iets doen met dat geld om daar nog meer geld van te maken. Om haar kinderen een goede toekomst te verzorgen. En ja, dat is heel mooi. En ik ben ervan overtuigd, als je dit kopieert naar 100 mensen of 1000 mensen of 100.000 mensen, mm-hmm. dat heel veel mensen, en er zijn altijd uitzonderingen, maar heel veel mensen mooie dingen zullen doen en hun leven echt zullen oppakken. Vous êtes ici à l'école, il y a des besoins à l'école, d'accord? Et, de quoi avez-vous besoin ici à l'école? Parle un peu plus fort. Je veux le livre de mathématiques. Des livres de mathématiques? Je veux ouais. Les cahiers? Oui. Oui, il y a ça, il y a besoin. Et le maillot. Des maillots? Oui. Pourquoi faire? Moi aussi, je veux le maillot de sport. Pour aller faire le sport? Oui. D'accord. Oui, alors nous, on est voilà, on est une organisation. Et on a décidé, il y a mon associé qui est là, et moi, et on a décidé de créer une fondation pour aider les jeunes dans les pays un peu difficiles, hein, comme votre pays, la Centrafrique, hein, donc la République de Centrafrique, on a décidé de les aider. Er zijn al mensen die mij al hebben benaderd hebben, dus dat is hartstikke leuk. Daar staan we ook voor open. Het enige is dat we wel hebben besloten dat we voorlopig hier actief blijven in dit armste land ter wereld. En dat, daar geloof ik ook heel erg in. En dat we met dat idee van het basisinkomen aan de slag gaan. En dat is best wel een spannend project. Ja. Want er zijn heel veel, vooral vanuit de overheid, in een aantal landen basisinkomens ingezet. Ja. In Canada, in Finland en dergelijke. Maar eigenlijk nog nooit echt in zo'n arm land. Enfin, nous sommes en création d'une fondation. On est ici en Afrique centrale, en République centrafricaine, où on vient de rencontrer des ministres, on vient de rencontrer on va avoir des rendez-vous avec des députés, on va avoir pas mal de rendez-vous encore qui vont se faire. On n'est pas ici pour se montrer et dire tiens, c'est nous. Non, on est ici parce qu'on a envie de faire quelque chose, parce que l'aboutissement d'une vie. Pour moi, et je sais que pour toi aussi, c'est peut-être c'est pas d'amasser, c'est pas d'amasser de l'argent, c'est quelque chose de facile que tout le monde peut faire. Mais je crois que l'aboutissement d'une vie, c'est de pouvoir marquer quelque chose, de pouvoir faire quelque chose et dire voilà, ça, on l'a fait. Alors, installer un revenu de base universel, ça fait des années. Plus de 200 ans que les politiciens en parlent, mais ne font rien là-dessus. Mais nous, deux petits Belges, on le fait. Oui, notre souci le plus important, en commençant d'abord par ce bâtiment que nous sommes dedans. Vous voyez, le bâtiment, il n'y a pas de table-banc.
n'y a pas de costral pour protéger les enfants et les portes. Et en plus ça, le col est confondu avec le quartier. Il faut aussi les clôtures. Et en plus de ça, il y a aussi un problème des enseignants. Vous écrivez maintenant le nombre 10, vous attendez maintenant. Écrivez le nombre 10. Sur la droite. Écrivez le nombre 10. Écrivez 10 sur la droite. Et vous montez maintenant. We staan hier aan het einde van ons bezoek. En het is ongelooflijk te zien hoeveel kinderen hier heel erg graag willen leren. Kinderen die in kleine schriftjes aantekeningen maken. Maar we hebben ook heel veel lege zalen gezien zonder schoolbanken. Waar nog veel meer kinderen zouden kunnen leren. Dat heeft mij heel erg diep geraakt. En we hoorden ook dat er behoefte is aan meer docenten. En volgens mij kunnen wij daar als nieuwe foundation een hele hoop aan gaan doen. Wat denk jij, Sven? Ja, daar ben ik wel zeker van. Een van de grootste noden is het aantrekken van meer docenten. Momenteel zijn de leraars die staan voor een klas van 100 tot 200 kinderen zelfs. Ja. Het zou ideaal zijn als hier een 10, 15 extra docenten kunnen bijkomen. Maar ze verdienen te weinig. Dus speciaal voor deze mensen denk ik dat een basisinkomen of een extra inkomen zeker welkom is. Zodat we gemotiveerde docenten naar deze school kunnen krijgen. En comme le chef de l'État a l'habitude de le dire, la porte est ouverte pour tous les amis de la République centrafricaine qui compteraient nous aider dans la reconstruction de notre système éducatif. We zijn geëindigd met de kers op de taart, namelijk de eerste steenlegging van het medisch centrum, wat heel dringend nodig was. Ook nog een kleine kleuterschool helpen en een lagere school. Want zoals je hebt kunnen zien, er zitten soms 200 leerlingen in één klas. Dus er is toch heel veel werk aan de winkel. Dit worden onze eerste pilootprojecten, maar we hopen dat we er nog vele kunnen bijdoen in de komende jaren. Dankzij uw medewerking. Est-ce que vous avez envie de faire des choses dans la vie? Est-ce que vous avez déjà les choses auxquelles vous pensez? Toi, tu veux devenir quoi demain? Je veux devenir président. Tu veux devenir président? Top. Monsieur le président. Et toi? Je vais devenir ministre. Ministre? Ministre. Lequel, le ministre? De. D'IS. Ministre. En général. D'accord. Et toi? Top là. Ministre? Ok. Député. Allez. Donc, un président, un ministre et un député. Ça, c'est de l'ambition. Hein. Bravo.